hago la 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 la. Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe WWE 2K15 Universe Mode. We hebben een main event gehad tegen Lesnar. Dan gaan we door naar SmackDown. Hebben we hier nu een match? Nee, zo te zien niet. Dat betekent dat jullie nog steeds niet achter gaan komen tot nu toe wie ik ga zijn op SmackDown. Want het staat er nog steeds niet tussen. Het kan misschien dan wel een beetje duidelijk worden. Aangezien die nog niet is geweest. Het is een redelijk grote naam in de worstelwereld. Hebben we op Raw dan iets? Nee, ook niet. Nee. Weer niet. Nou, skippen we hier ook weer door. Gaat lekker hard zo, zo'n jaar, hè? Main event. Oh, kijk eens aan. Tegen Bray, Mr. Wyatt met Orton. Niet onze SmackDown-gozer. Die komt hier blijkbaar ook niet aan bod. Maar Orton blijft hier wel op komen. Interesse uit, want het is maar main event. En let's go. Tegen Wyatt. The Eater of World. Dat klonk heel slecht. Nou. Mr. Bray. Leider van de Wyatt Family in de game. In het echt bestaat Wyatt Family niet meer. Dus maar wij zijn Orton. Hoppakee, kom maar Wyatt. Kom maar jongen, ik ben niet bang. Ook gewoon echt niet. We hebben de eerste chain. Pakken hem ook direct. En, kijk eens aan. Volgens mij heb ik trouwens de match op een verkeerd niveau staan. Ik heb laatst gespeeld met mijn broer. Van die six man Hell in a Cell matches. En mijn broer speelt niet op Legend, die speelt op Normal. Dus ik heb de game moeten verlagen. En volgens mij staat hij nog steeds op Normal. Niet de bedoeling, eigenlijk, maar goed. Dan spelen we maar even een match op Normal. Hij heeft dan nu te lekker chain grappelen. Nou, kom. Oh, ik mis gewoon mijn trap, jongen. Wat slecht. Oké. Hier. Nou, ik weet niet hoe makkelijk dit nu gaat worden op Normal. Tot nu toe valt het wel mee, eigenlijk. Hij weet nog best wel dingetjes te doen. Al pak ik... Ging ik drie trappen achter elkaar, is dan wel weer echt iets wat niet op Legend kan bij... Of nou ja... Wat niet vaak voorkomt in principe. Oh, hij reversed onze suplex. En ik heb mijn reverse timing weer lekker helemaal eruit. Oh. Even een break pakken. Hij gaat ook gewoon direct erachteraan, hè, die lijpel. Ja, blijf maar rammen. Yeah. Hoppakee. Oh, staat er geen trap. Jammer. Oh! Denk een tackle daar, een STO. We gaan terug de ring in. Lul, Hannes. Oh, pakt ons. Reversed. Gaat op zijn hoofd, inderdaad. Zo. Oh, we hebben onze signature move. Netjes. Kop de stamps, daar gaan we hoor. Misschien gaan we het nu ook wel afmaken, hier. Andy. Zijn aardig op zijn hoofd een keer gegaan. Nou, sta op Wyatt. Sta op jongen. En... Pin hem. 1, 2, 3. Hij staat op Normal. Ik weet het zeker. Anders was hij hier denk ik nog wel uitgekikt. Bam. Goeie RKO. Dat dan weer wel. Nou, gaat het gebeuren? Nee.
Orton. Kom terug, jongen. Hij is op zijn weg terug. Hij is op een house show geweest. Een live show in Madison Square Garden. En het schijnt dat hij bij de Raw daarna, off the air, na de show ook nog tevoorschijn is gekomen. Weet ik niet zeker. Dus hij schijnt op zijn weg terug te zijn. En wie weet is hij al terug tegen de tijd dat ik dit upload. Dat weet ik niet wanneer dat komt. In ieder geval gaan we even naar de options. Want hij staat sowieso op normal. Kan bijna niet anders. Gameplay, ja, zie je. Kijk, ik speel op Legend. Maar mijn broer die speelt niet op Legend. En dan verlaag ik hem altijd als we samen spelen. Dus, maar goed. Dat maakt niet uit. Hup. Hij staat nou weer op Legend. Dat is goed. We checken het nog één keer extra. Legend, prima. Prima, dat moest ik hebben. Nou, gaan we kijken hoe het bij SmackDown staat. Komen we nu aan bod met de persoon op wie we bij SmackDown zijn. Dat is de volgende. Ik ga even een tip voor als we niet aan bod komen. We kunnen moves van hem gebruiken in onze My Career. Dus ik heb met hem getraind. Nou, dat is de grootste tip die ik ook direct kan geven. Dan kunnen jullie het al raden in de comments waarschijnlijk. Maar we komen nog steeds niet aan bod met hem. Oh mijn god. Nou, helaas. Pure pech op Raw. Met Orton misschien dan? Nee, nog steeds niet. De weken vliegen voorbij, maar we zitten ook gewoon niet in een rivalry tot nu toe. Jammer. Weer op main event. Haal me naar Raw toe, gek. Alsjeblieft. Nou ja, dan gaan we op Legend tegen Wyatt. Misschien wordt het dan wat lastiger. We zullen zien. We zullen zien. The Eater of Worlds. Worlds. Wat is het eigenlijk? Worlds of Words? Wat wordt er eigenlijk gezegd? Ik weet het even niet zeker. Eén van de twee, sowieso. Here we go. Randy Orton, start match. Waar zijn je familiemaatjes, jongen? Oh, dat body slam, though. Of splash, bedoel ik. De turnbuckle, reverse. Ah! Kijk, het gaat direct al moeilijker op Legend. Kan je gewoon merken. Krijg even een pak slaag nu. Verdomme, weer te laat. Juist. Pak hem. Goed. Dat zware lichaam van hem. Kom op. Juist. Nou, inderdaad. Dat was een goede clothesline net. De match is nog open, we zijn terug. Oh. Goede reversal. Oh shit. Reversals heen en weer nu. Kom op. Oh. En dan gaan we daar de fout in door te hebben rug te zijn. Nou, dat gaat hem niet worden, jongen. Reversals zijn echt insane deze match. Maar goed, daar hebben we hem eventjes. Pak hem. Kijk, dit is een goede move. Lekker hard. Yeah. Ooh, a little showboating going on here. And it's Bray Wyatt executing the reversal. Oh. Kom op, je signature move, doe het. Nee. Goed. Pak hem. Oh, hij reversed voor finisher. Ah, oh, wij reverse ook. Kom op. RKO hem. Oh, weer een reverse. De tering. Uh-oh. Nee. Ja, nou heeft hij hem. Sister Abigail. Oh, damn. Hier moeten we denk ik nog wel uit kunnen komen. Ja, goed. Let's press. Netjes.
Suplex. Dit is een leuke match van nu toe. Het gaat heen en weer. Enige nadeel is dat wij gewoon al een Sister Abigail op ons lasers hebben gehad. Wij moeten een keer... Oké, we doen tenminste nu onze signature move. Oh yeah. Nou, daar gaan we. Kom maar. RKO! Kom op. Pin hem. 1, 2, yes! Leuke match, leuke match. Veel leuker dan die op normal. Het ging lekker heen en weer. Oh, daar komt die other Sister Abigail. Kusje van Bray en Bats. Goed. Was niet genoeg. RKO. Daarmee versloegen we hem. En dan hebben we weer een main event gehad. Ja, ja. En we staan niet eens op... Misschien staan we niet eens op de kaart van Payback. I don't know. I don't know. Dat is allemaal afwachten. Allemaal zien en afwachten. Daarmee hebben we wel weer twee gevechten gehad. Dus deze aflevering zit er ook weer op. Vond je het leuk? Laat dan een like achter en deel het. Dat kan me enorm helpen. Ik bedank jullie voor jullie steun en voor het kijken. En ik check jullie de volgende video weer. Tot dan. Laters.